Gaan jullie dit filmpje laten zien hoe we de basis-éclair maken? Voor de basis-éclair hebben we soesbeslag en een croquant deeg. Met de laatste ga ik beginnen zodat het al klaar staat. We starten met het tegenrap pattenkroet. Een mengeling om allerlei zanddegen mee te maken. Daaraan voeg ik Mimetic aan toe. Mimetic Incorporation is een vetstof. Verwerkingskwaliteit van margarine, maar het smeltgedrag in de mond van boter. En dan voeg ik daar ook eieren aan toe. Vooral voor de samenhang en voor de werking. Dit is eigenlijk ons basisrecept voor een zanddeeg. Daar voeg ik nu wel extra suiker aan toe. Die suiker die gaat zorgen voor de krokantheid en voor de werking van mijn deeg bovenop mijn éclair. We gaan er in langzame snelheid gaan we mengen totdat we een korte samenhang hebben van een deeg. Dus ons deeg is mooi gemengd met een goede samenhang. We gaan het deeg heel even kort in de koeling plaatsen en dan op 2 mm uitrollen. Zo, deegje is op 2 mm uitgerold. Ik ben het aan het uitsteken met een uitsteker op dezelfde maat als mijn éclair. Als je dat niet hebt, kan je dat ook perfect doen door middel van een verdeelfiets. Gaat ook iets sneller, zeker als je grote hoeveelheden hebt. Nu, ik heb hier ook nog een ronde schijfjes uitgestoken. Dat heb ik gedaan door middel van een gewone ronde uitsteker, ongeveer een 20 mm grootte. Dat is voor een speciale éclair, dat gaan jullie straks zien. Dit gaan we netjes in de diepvries plaatsen. Gaat ons straks al gemak geven tijdens het verder verwerken. Voor het soesbeslag vertrekken we vanaf de Tegra Clara Super. Is een mengeling om een soesbeslag te maken. Wat gaan we eraan toevoegen? Water en melk, die gaan we samen verwarmen tot 50 graden. Dan hebben we ook nog olie. Die voegen we toe voor een beetje de werking te reguleren. En wat zout voor wat extra smaak. Dit gaan we allemaal samenvoegen. Eerst de vloeistof om te zorgen dat we zeker geen mix aan de onderkant van onze ketel hebben. We gaan dat mengen met de vlinder gedurende een drietal minuten op hoge snelheid en daarna nog een minuutje op lage snelheid. En je ziet, het beslag is klaar. We kunnen verder gaan verwerken om daarmee onze éclairs te spuiten. Zijn gebakken. Een mooi resultaat en éclair gemaakt met onze Tegra Clara Super.